Ik was net getrouwd en ik had het idee in de winkel om vuurwerk te verkopen. Aan mijn vader gevraagd van, god, ik wil graag vuurwerk verkopen, maar die was falikant tegen. Nou, lang moeten soebatten en op een gegeven moment bij mijn moeder te raden gegaan. Mijn moeder haalde mijn vader weer over en toen op laatst mochten we het toch verkopen. Na de eerste dag was ik al uitverkocht en toen moest ik weer naar de fabriek toe. Die zat toen de tijd in Tilburg en daar werd weer nieuwe voorraad gehaald. Toen op een gegeven moment was het januari en maakten we de balans op en toen zegt hij, nou, dat is toch wel interessant. Dan zullen we het volgend jaar wat groter aan gaan pakken. Ja, dus toen deed hij het zelf. Ja, en inmiddels zijn we 50 jaar verder. Wat is er in die jaren allemaal veranderd als we het over vuurwerk hebben? In het begin verkocht je allemaal heel klein spul. Het waren rotjes, het waren zevenklappertjes, het waren zonnetjes die aan de boom moest spijkeren. Romeinse kaarsjes met 5 schoten. Het vuurwerk werd steeds groter, groter en groter. Dus die kwamen van die grote compounds. Dozen tot 25 kilo, waar 500 schoten in zitten. Je zet ze neer, je hebt een complete vuurwerkshow. En ja, dat is eigenlijk de grote verandering. De handel van vuurwerk is voor ons interessant, omdat we alle faciliteiten, zoals de bunkers die we hebben moeten bouwen in het verleden, die hebben we. Die investering toen was een enorme investering. Nooit weerstand gehad van de buurt? Oh, weerstand van de buurt. Nee, de mensen weten gewoon dat hier vuurwerk ligt. En als er mensen zijn die in de buurt, die hier in de buurt wonen en die dat zouden willen, dan zijn ze welkom hier om te komen kijken hoe veilig dat het hier opgeslagen ligt. Jullie gaan zelf ook nog wat afsteken? Dat hoort er natuurlijk automatisch bij, want we hebben dus ook weer een kleinzoon die graag vuurwerk ziet. En wij zelf ook. Dus dat maken we er ook een mooi showtje van. Maar eerst nog even een paar dagen hard werken. De laatste 3 dagen van het jaar slapen we niet zoveel. Nog een paar dagen knallen. Huh?